dat is Rory Rico. Twee weken terug stond ik op de markt en vroeg ik allemaal mensen of ze de duifmeneer kenden. En toen kende niemand de duifmeneer. Kent u de duifmeneer? Weet u dan nee. Ken jij de duifmeneer? Nee. De duifmeneer? Nee. Nee. Nee, zeg maar eigenlijk niet. De duifmeneer? Duifmeneer? Bestaat hij? De duifmeneer. Nooit verhoord? Nee. Iemand die de duifmeneer kent? De duifmeneer? Nooit verhoord? Is dat van de meisje met die film een boxset gemaakt? En daar is hij weer, de duifmeneer. Nu al de grootste hit van 2012. Ik zou je willen vragen, het is een keer met mij te wagen, maar ik weet niet hoe. Later werd het een grote hit op iTunes en weet ik veel wat. En overal is die in één keer te vinden. Hartstikke gezellig natuurlijk. En nou heb ik een tip gekregen dat de duifmeneer nu hier in Bokstel zou zijn. Want hij heeft net een optredentje gehad. En nu praten ze na over het optreden in de studio waar hij ook hoe heeft opgenomen. Zijn naam is Uwe. Hey, Rico. Hey, dat is leuk om binnen. Oh, wat leuk, we mogen meteen naar binnen, dat is fijn. En dit is hem dan, dit is Lloyd. Lloyd. Ja, hallo. De duif, meneer, dames en heren, u kent het wel van radio en tv. Hoe ben je hier nou zo terecht gekomen, Lloyd? Nou, ik werd ongeveer 2 weken geleden gebeld door twee mensen hier uit Boksel. Oh, ja? Onder andere door Roelje. Oh. En die vroegen mij of ik een liedje met hun wilde maken. En ja, ik had zoiets, ja, als een liedje kan niet zingen. Maar Roel kan ook niet zingen volgens mij, dus... toen kwamen ze s'avonds nog naar ons toe en toen hebben we dat besproken. Toen gelijk die zaterdag daarna zijn we liedje gaan opnemen. Ik heb vandaag zelfs mijn eerste optreden gehad. Nee, waar heb je opgetreden dan als ik vraag? In de La 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 in Den Bosch. De La La La. La 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 La. En hoe spannend was dat dan? Ja, heel spannend. Ja? Ja. Maar deden ze een beetje leuk mee, die mensen in de Ja, allemaal. Wat heb je de afgelopen 3 weken allemaal meegemaakt, joh? Ik ben bij Giel Beelen geweest woensdag en daar waren Jeroen van der Boom en Lange Frans. Hè? Ik zag ook nog iets van meneer Bleken langskomen. Dat is toch wel een hoge pief in één keer, hè? Ook nog vrijdag, die kwam een show openen. Die kwam ook even bij mij langs, een praatje mee gehaald. En ook even geleerd hoe die moet hoeën. Dus, En je hebt hem geleerd hoe hij moet hoeën? Ja. Dus voortaan zien we hem op, als hij het ergens niet mee eens is, in de Tweede Kamer. Ja. Er zijn al aardig wat boekingen. Dus. Oh, kijk eens aan. Kijk eens aan, mensen. Je moet snel zijn als je wilt boeken. Even snel zijn, want carnaval zit zo vol, hoor. Ja, dan moet je heel snel zijn. Oh, hier, hoor je dat? Jonge duifjes hebben natuurlijk ook altijd de pappenduif. En pappenduif is zojuist aangeschoven. Hier staat die Guido. Bent u een beetje trots op uw zoon? Ja, tuurlijk. Hartstikke trots. De jongere generatie ziet dat er meer is. Dus alleen computers en videospelletjes en noem het maar op. En bier drinken en dat soort dingen. Ook. Heel slecht voor jou. Ik sta hiernaast in grootheid uit de Nederlandstalige muziek. En dat is Roel Jongeneel. En dan zou je zeggen, Roel Jongeneel, wie is nou Roel Jongeneel? Roel Jongeneel is van VOF de Kunst. En was. Die was. Was. Zei ik is? Ik Jij zei was. Nee hoor. Hij was. Was is. Was is. Van VOF de Kunst. En die kennen we allemaal van een kopje koffie en Suzanne. U hebt ook nog De Duifmeneer geproduceerd. Je volgt het nieuws. En dan komen er wel eens mensen hier van bijvoorbeeld bandjes als Tranen met Tuiten, ken je die? Nee, hoor je Rico? Nee. Tranen met Tuiten, daar zit een zanger bij. Ja. En wij samen hadden wij het idee om iets met de duifmeneer te doen. We hebben een pappenduif gezien, nee, we hebben de zoonduif gezien en dames en heren, de familie is nog groter, want naast ons staat Zuslief. Wat is jouw naam als ik vraag? Yvette. Yvette. Merk je nou ook dat vriendinnen je anders gaan benaderen van, goh, mag ik alsjeblieft een plaatje met een handtekening erop van de duifmeneer? Nee. Dat zou kunnen, hè? Nee hoor. Hier is het allemaal gebeurd in deze studio. Hier is het allemaal gebeurd. Door deze microfoon. Door deze microfoon. Die moet je eigenlijk ondertekenen dan, hè? Dat wordt een hartstikke beroemde microfoon, dames en heren. Wie weet. De microfoon waar de duifmeneer doorheen gezongen heeft en ik heb hem zojuist aangeraakt. Corrie Konings hebt er ook doorheen gezongen. Nee. Dus, ja. Oh, er zit nog een beetje lippenstift op, ik zie. Ik zou je willen gooien en je de hoofd de lucht in gooien, maar ik weet niet hoe.